In deze wedstrijd gaan we het hebben over de wetten van Kirchhoff. En de wetten van Kirchhoff gebruik je eigenlijk al onbewust wanneer je te maken hebt met serie- of parallelschakelingen. En wanneer je daar wil gaan rekenen aan spanningen, aan stromen en aan weerstanden. Maar uh, je kunt ook ingewikkeldere schakelingen bedenken, waarvoor eigenlijk geen standaardformules uh, zijn. Maar waarmee je met, uh, door het toepassen van de wetten van Kirchhoff wel inzicht krijgt in wat er nu eigenlijk precies gebeurt. In deze webles gaan we kijken naar een situatie waar, die erg lijkt op een brug van Wheatstone. En, en we gaan het dus ook even kort hebben over de brug van Wheatstone. Ik heb ook nog een ander filmpje op YouTube staan. En daarin kun je zien um, hoe je met de wetten van Kirchhoff werkt in een schakeling waarbij je meer dan één batterij of uh, voedingsbron hebt. Uh, ook dat is een uh, niet standaard situatie waarmee je alleen met de wetten van Kierhof uitspraken kunnen doen, kunnen doen over de spanningen en de stromen die er uh, optreden. Eerst even kort de twee wetten. De stroomwet van Kierhoff die zegt het volgende. Als je kijkt naar een punt waar meer dan twee draadjes bij elkaar komen in je stroomschema, dan moet er altijd precies evenveel stroom het punt ingaan als dat er uh, het punt uitgaat. Nou, dat is eigenlijk heel simpel en er valt ook niet heel veel meer over te vertellen. De tweede wet is de spanningswet van Kirchhoff en die is ietsjes lastiger... Want die zegt dat wanneer je een rondje maakt, een willekeurig rondje ergens in je schakelschema, dat je dan uh, uiteindelijk uh, op hetzelfde punt qua spanning uit moet komen als dat je begonnen bent. Dus je bent evenveel spanning kwijtgeraakt als dat je spanning hebt gekregen. Een kleine uitbreiding van die spanningswet van Kierhoff is het volgende: uh, wanneer je dus uh, met de stroom meegaat en je komt door een batterij heen in jouw rondje, dan zal dat leiden tot een stijging van jouw spanning. Wanneer je tegen de stroom ingaat, want je kunt ook zo redeneren, en je gaat door een batterij, dan zal, dan zal dat leiden tot een daling van de spanning. En bij een weerstandje is het precies andersom: ga je met de stroom mee door een weerstand, dan zal dat leiden tot een spanningsverlies. En loop je in je rondje tegen de stroom in door een weerstand, dan krijg je er juist spanning bij. Eerst even de algemeen, het, het algemene plan van aanpak. Hoe ga je nu te werk als je de wet van Kirchhoff wilt gaan uh, toepassen? Nou maak je het voor jezelf makkelijk. Benoem eerst eventjes alle verschillende weerstanden, geef ze een naam, zodat je ook uh, de stroomtjes die er doorheen lopen en de spanning die over elke weerstand heen staat, ook een naam kunt geven. Dat uh, redeneert een stuk makkelijker. Dan ga je eens goed kijken welke waarden al gegeven zijn en die kun je dan ook invullen natuurlijk. En vervolgens ga je die uh, twee wetten toepassen. Je gaat uh, kijken waar zitten de knopen en welke vergelijkingen volgen daar nu uit en waar kan ik lussen vinden. En welke vergelijkingen volgen daar nu uit? En als je dat goed hebt gedaan en de opgave is ook uitvoerbaar, dan heb je na het toepassen van die twee wetten van Kirchhoff genoeg gegevens vergaard om uh, andere nog ontbrekende gegevens met bijvoorbeeld de wet van Oom uit te rekenen. Nu gaan we eens kijken naar de toepassing. Die ziet er uh, zo uit. Tenminste, uh, hij ziet er niet helemaal zo uit. Maar dit is een andere toepassing die wel heel bekend is. Dit is de zogenaamde brug van Wheatstone, waarbij je. Twee keer twee weerstanden in serie heb staan, die, die dan ook weer per tweetal parallel staan aan elkaar. Nou, heel lastig uitgelegd in de tekening, is het een stuk makkelijker, denk ik. En tussen weerstand 1 en weerstand 2 en tussen weerstand 3 en weerstand 4 heb ik een voltmeter aangebracht. Ik kan dus de spanning meten tussen die twee punten. En waar gebruik je nu een brug van Wheatstone voor? Nou, eigenlijk voor het volgende. Je probeert dan eh, die vier weerstanden zo'n combinatie te geven. dat eh, de verhouding in de bovenste weerstanden gelijk is aan de verhouding in de onderste weerstanden. En dat kun je dan zien doordat er geen spanningsverschil is. en de voltmeter dus 0 volt aangeeft. In deze situatie heb ik eigenlijk twee keer te maken met de spanningsdeler. Dus de 12 volt van de batterij wordt verdeeld over de twee weerstanden R1 en R2. 3 staat tot 9 volt. En omdat de verhoudingen ondergelijk zijn, krijg je onder ook 3 staat het 9 volt. En als ik dan tussen deze twee rode punten de spanning zal gaan meten, dan komt er 0 uit. En de brug van Wheatstone kun je dus gebruiken om heel nauwkeurig een onbekende, spanning, uh, sorry, een onbekende weerstand te bepalen, omdat deze verhouding moet gelden. Nou, dit is de brug van Wheatstone. En uh, omdat een voltmeter uh, natuurlijk in principe een oneindig grote weerstand heeft. Bestaat die binding die je hier ziet tussen de bovenste en de onderstak? Die bestaat eigenlijk niet. Daar kan geen stroom doorheen lopen. Maar wat nu als ik een um, schakelschema bouw waarbij dat wel kan? En dat is uh, deze, uh, dit schakelschema. Hier zie je dus een extra weerstand, weerstand 5. En uh, dit is heel lastig om met de formules voor serie en parallel uit te gaan rekenen. Eigenlijk onmogelijk, want door die weerstand 5 gaat de stroom lopen. En ik weet eigenlijk helemaal niet of die stroom van boven naar beneden gaat lopen of van beneden naar boven. En zolang je dat niet weet kun je dus ook niet verder rekenen. Nou, we gaan uh, met behulp van de wetten van Kierhoff hier rekenen. Even wat uh, gegevens die we dan uh, wel krijgen, want anders wordt het wel een hele klus. Uh, dus stel uh, ik krijg uh, de totaalstroom, die is een half ampère. Ik krijg wat deelstromen en ik krijg twee spanningen over de twee weerstanden. Gegeven. En de vraag is, kan ik nu alle andere ontbrekende stromen en spanningen bepalen? En dat kan. En daarvoor gaan we de twee wetten van Kierhoff gebruiken. En de eerste wet van Kierhoff die luidt, kijk naar elk knooppunt en ga na. Uh, en dan moet er dus gelden dat er evenveel stroom elk knooppunt inkomt dan dat er uitloopt. Als je nu goed kijkt, dan zul je zien dat je hier vier knooppunten hebt. En we gaan voor elk van die vier knooppunten even deze eerste wet van Kierhoff toepassen. Dit is het eerste knooppunt en er komt natuurlijk een half ampère stroomte in. Die stroom die splitst zich in twee richtingen. Eén richting is die naar boven. En die stroomsterkte weten, die is 0,4 ampère. Dan kun je natuurlijk vrij eenvoudig wel nagaan dat er ook een stroom naar rechts zal gaan. En de, de stroomsterkte in die tak zal dan 0,1 ampère bedragen. Volgende knooppunt is dit knooppunt. Nou, we hebben net gezien, er loopt dus een stroom van 0,1 ampère in die tak. Die komt bij het knooppunt aan. Aan de andere kant loopt er een stroom van 0,3 ampère. Dat wil zeggen dat er vanuit weerstand 5 ook een stroom moet lopen. En die stroom moet dus naar dit knooppunt toe lopen, dus naar beneden lopen. En die heeft een grootte van 0,2 ampère. Derde knooppunt bevindt zich hierboven. er komt 0,4 ampère aan. 0,2 ampère loopt naar beneden. Ja, dat zijn allemaal vrij eenvoudige rekensommetjes. Dan gaat er dus 0,2 Ampère naar rechts door. En dan hebben we nog een vierde knooppunt. Die kunnen we nog even gebruiken. Kijken of we het allemaal goed hebben gedaan. Bij dit knooppunt komt er 0,3 Ampère van links aan. 0,2 Ampère van boven. Opgeteld 0,5 Ampère. En we hebben weer onze totaalstroom. Nu weten we door het toepassen van de eerste wet van Kirchhoff alle deelstromen. Hoe zit het nu met de spanningen? Nou, dan gaan we de tweede wet van Kirchhoff gebruiken. En daarbij moet je dus telkens een rondje maken ergens in jouw uh, schakelschema. En ik kan kiezen welke rondjes ik kan maken. En ik ga eens uh, kiezen voor dit rondje. Ik begin dus met mijn, bij mijn batterij. Ik krijg 12 volt. Uh, 4 volt ben ik kwijt bij weerstand 3. Een onbekende hoeveelheid ben ik kwijt bij weerstand 4. En ik kom eruit op 0 volt. Nou, dat kan alleen maar betekenen dat weerstand 4 een spanningsverschil uh, heeft. Van 8 volt. Als ik nu een ander rondje pak, bijvoorbeeld dit rondje, dan kan ik ook de, het spanningsverlies over weerstand, 2 bepalen, uh, sorry, weerstand 1 bepalen. Want hier geldt ook weer dat ik met 12 volt begin, begin. Ik geef een gedeelte af bij weerstand 1. Ik geef 10 volt af bij weerstand 2. En ik kom weer uit op 0. En dit houdt dus in dat uh, het spanningsverlies over weerstand 1 2 volt zal bedragen. Nu hebben we nog uh, weerstand 5. Met een onbekend spanningsverschil. Uh, als ik nu mijn uh, rondje slim kies, bijvoorbeeld zo kies, dan komt hij ook door weerstand 5 heen. En dan kan ik ook iets zeggen over het spanningsverlies in uh, weerstand 5. En dat ziet er dan als volgt uit: de stroom, zet ik hier eventjes uh, nog even voor de duidelijkheid bij, loopt van boven naar beneden door weerstand 5 heen. En dan krijg ik dus dat de batterij 12 volt levert, 2 volt raken kwijt bij weerstand 1. 8 volt bij weerstand 4 en dat houdt in dat ik bij weerstand 5 ook nog 2 volt kwijtraak. Nu weten we alle gegevens, maar uh, ik wil toch even nog twee andere rondjes laten zien. Want je, je bent niet uh, verplicht om deze drie rondjes te kiezen. Je had ook nog andere kringen kunnen kiezen. En dit is bijvoorbeeld ook een stroomkring die je maakt. En uh, het enige verschil is dat je hier gedurende een klein stukje van je kring tegen de stroom in beweegt, namelijk door weerstand 5 heen. En dat houdt in dat je daar rekening mee moet houden. Je zult daar dus geen spanningsverlies krijgen, maar je krijgt daar een spanningswinst. En de 12 volt die de batterij levert, daarvan gaat dus 4 volt naar weerstand 3. Ik ga tegen de stroom in door weerstand 5, daar komt dus 2 volt bij. En vervolgens verlies ik weer 10 volt in weerstand 2. En je ziet dat ik weer precies bij 0 uitkom als ik het rondje heb gemaakt. Ik zou ook nog dit rondje kunnen maken. En omdat je hier niet een heel duidelijk beginpunt hebt, begin ik eventjes bij de rode stip. En als ik bij de rode stip begin, dan ga ik dus met de stroom mee door weerstand 1 heen. Met de stroom mee door weerstand 5 heen. En tegen de stroom in door weerstand 3. En dan krijg ik dus de volgende optelling. Ik verlies 2 volt bij weerstand 1. Ik verlies 2 volt bij weerstand 5. Maar ik ga tegen de stroom in door weerstand 3. En daar er dus 4 volt bij optellen en ik kom uiteindelijk ook weer uit op 0 volt. Vergeet niet om een andere filmpje ook nog te kijken waarbij ik dus kijk naar een schakeling met meer dan één batterij, want die moet je ook echt gezien hebben wil je echt kunnen zeggen dat je de wet van Kirchhoff kunt toepassen in alle situaties die je kunt verwachten op het eindexamen.